Hallo liefies, ben ik weer. Vandaag weer een nieuwe make-up tutorial. Na de hartjesbek is het tijd voor de hartjesogen. Ik moet je wel van tevoren al vertellen dat deze look vooral geschikt is voor als je gaat stappen. Ik draag het heel vaak als ik uitga en dan versier ik alle kerels daarmee. Dan zien ze dat je op zoek bent en erg gretig bent. Wat je nodig hebt is een zwart oogpotloodje en een rood lipstickje. Nou, ik ga eerst mijn brilletje even afzetten, want anders kan ik er niet goed bij. Nou, ik zie er weer gereed van, maar ik doe mijn best om het een beetje goed te krijgen. We gaan eerst een hartje tekenen bij het oog. Kijk, zo. Hoppa. Een heel mooi hartje. Ik moet even in het schermpje kijken, anders zie ik het niet. Jullie weten hoe dat gaat. Dan teken ik een hartje. Zo. Naar dat puntje. Zo, dat is hartje nummer 1. Moet je kijken. We moeten hem natuurlijk ook aan de andere kant hebben. Dus ook hier ga ik even een hartje maken. Nou, zoals je ziet heb ik nu twee hartjes op mijn kijkers. Ik ga hem nu inkleuren met rode lipstick, want nu ziet iedereen dat het make-up is. En door het lekker in te kleuren wordt het toch weer een stukje natuurlijker. En we gaan nu inkleuren, wel binnen de lijntjes blijven, want anders gaan mensen zien dat je make-up op hebt. En dat is niet de bedoeling. Ik kijk weer even in mijn schermpje. Wil jij nou een roze hartje, kan dat ook hoor. Dan moet je gewoon een roze lipstick pakken, zo moeilijk is het allemaal niet. Kijken, je ziet de zwoelheid al meteen ontstaan. Binnen de lijntjes blijven, Joyce Join. Kijk, een heel natuurlijk effect. Je ziet het gewoon bijna niet zitten. En toch denkt iedereen, en vooral die kerels, kijk haar op een mooie hartjes op de kijkers hebben. Moet je kijken, is dat niet mooi? Ga ik ook een tweede kijkertje even inkleuren. Zo erg als ik geen bril op heb, dan zie ik het niet goed. Ik overweeg contactlenzen. Binnen de lijntjes, zeg ik jullie. Binnen de lijntjes, want anders verpest je het helemaal. Dan gaat het natuurlijke dramatische effecten vanaf. Zo, dat is hartje 2. Dan ga ik nu even mijn brilletje opzetten. Kan ik even zien of ik het wel goed gedaan heb. Zo, dat is weer een stuk beter. Moet je kijken, twee zwolle hartjes op mijn kijkers. Is dat niet mooi? Is dat niet fraai? Heel natuurlijk en toch geraffineerd. Nou, ik zou zeggen, laat even een reactie achter of jij deze look ook gaat nadoen. En hoe de kerels op jou hebben gereageerd. En laat ook even weten of jullie deze look mij ook mooi vinden staan. En als je het beautiful vindt, dan moet je even een duimpje omhoog geven. Bouncing hearts, bouncing hearts. Dit is meteen de reden waarom die kerels altijd zo gek op me zijn als ik deze look draag. Moet je kijken, zo heb je een prachtige volle bek met volle lippen. En alle mannen zullen naar je staren en roeren en willen iets met je.